Ik heb het daarna bij Matt gedaan om te kijken of er hetzelfde uit zou komen. En ja, Matt test één keer een steen en hij flikkert gelijk mee. Maar jij valt wel naar voren, zeg je. Ja. Dit is de ander. Is toch leuk? Ja. Dus hoe we elkaar hebben leren kennen of weet ik veel wat. Blij zijn dat je jezelf bent. Ik zou je echt je pik eraf snijden. Dat is wat ik zou doen. Good morning, bitch. Mijn kniereuma en ik zijn net wakker. Ik weet niet, maar ik heb opeens last van mijn knie. Of nou opeens, ik had gisteren al. Ik denk dus dat het van de leg day van de dag ervoor komt. Maar goed, ik ga zo meteen wel naar de gym. Dus ik weet niet of ik nou wel mijn benen kan trainen. Of dat ik beter nog een dag kan wachten. Want stel je voor dat het nou nog een week blijft of zo. Ja, en dan. Maar goed, dat gaan we zo meteen even bekijken. We zijn net wakker. Het is al eigenlijk best wel vroeg. Het is 8 uur of zo. Maar we zijn zo vroeg omdat Marcia zo meteen hier naartoe komt. Nou, en even voor de duidelijkheid. Zij is dus, ik weet eigenlijk niet hoe lang, 2,5 maand of zo. Is ze weg geweest op reis naar Azië. Dus echt fucking lang niet gezien. Nou ja, voor mij noem fucking lang, want eerst zag ik haar best wel vaak. Maar goed, nu is ze dus eindelijk weer terug. En waarschijnlijk fucking bruin. En nou, heel veel zin in. Dus ik dacht, ik ga vandaag even lekker vloggen. Dus zo meteen naar de gym. En dan komt Marcia. Oh ja, wat ik wilde zeggen over waarom het zo vroeg is. Zij moesten dus naar Zwolle. En dat is dus heel dicht in de buurt bij Kampen. En dat is om 10 uur klaar. Dus wij moesten in ieder geval sporten voor 10:30. Helemaal ready zijn, zodat we dan op tijd weer thuis zijn. Dus ja, dat is heel erg vroeg voor ons. Maar wel gewoon goede motivatie om lekker vroeg te gaan sporten. Dus ik heb net ontbijt gemaakt. En ik heb er vandaag ook even... Oh, het is echt zonnig. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar ja, zo. Ik heb er vandaag naast granola ook nog even havermout aan toegevoegd. So yeah. Nou, het is 9 uur. We zijn in de gym aan het opwarmen. Ik ga toch wel benen doen. Ik denk dat mijn benen gewoon even moeten wennen. Want ik heb vorige week dus 3 keer leg day gedaan voor het eerst. Dus ook niet logisch dat mijn knie aan het afsterven is. Maar het zou wel jammer zijn als ik me nu verder de tering in help. Dus ik weet even niet zo goed wat ik moet doen. Maar ik ga gewoon denk ik rustig aan doen. En dan even kijken hoe het gaat. Matt wil mij niet vloggen. Dus ik moet het zelf doen, zegt hij. Dus ik ga jullie hier neerzetten. Hij staat hier gewoon, hè. Uit zijn neus te vreten. Jongens, dit is Marcia, haar entree van de vlog. Elke keer toen ik ging vloggen was zij natuurlijk in Azië. In Filipijnen. Ja, echt ziek. Nou, ik heb net alle verhalen gehoord. Ja, bijna alles. Maar sommige dingen ben ik nog een beetje vergeten. Maar dat ja, komt. Hoe vind je het om weer terug te zijn? Ja, ik vind het eigenlijk wel fijn. Weet je, het was heel leuk. Maar ik had gewoon echt even mijn eigen omgeving nodig. Een beetje goed slapen, eten, sporten. Dus ja, en ik heb nu... Weer terug een regime. Ja, ik weet niet. Ik had het echt nodig. Eerst had ik helemaal geen zin om die dingen te doen. Ik was een beetje klaar met Nederland. Maar ja, nu waardeer je het ook weer meer. Dus... Precies wat ik heb. Elke dag als ik wakker word, denk ik, ik wil een vakantie. Ja. Matt is ondertussen proteïnepannenkoeken aan het bakken. Zo fucking chill. Ja, ik heb ook wel trek, moet ik zeggen. Het ruikt ook echt lekker. Maar het is ook al laat. Volgens mij is het al 1 uur of zo. Ja. Hier, 2:30 bijna. Ik was gisteren, of eergisteren, zo was ik in de stad. En toen zag ik dat punt waar wij, zeg maar, doei zeiden. En ik dacht, oh wow. Oh, bij die boekwinkel. Ja, toen dacht ik in één keer, oh ja, het is wel heel lang geleden. Ja, want dat was toen ik net stopte met werk. Want ik was in die boekwinkel om een kaartje te halen. Dus toen was het eind januari. Want ja, ik ben in februari gestopt. Ja, want ook toen ik vroeg van, hoe lang ben je nou aan het sporten? 2 maanden, dus in de tijd dat jij ging sporten heb ik gewoon ja, lekker 2 maanden gedronken. Ja, nou, maar nu kun je weer terug. Nu kun je weer back on the gym life. Ik heb de stenen. Waar ligt die andere? Oh ja, we gingen kijken of de steen ons wil of niet. Ja. Het kan zijn dat de steen naar u toespringt. Of u krijgt een tintelend gevoel, een warm of koud, als je hem oppakt. Nou, ik voel niks bij deze steen. Dus deze is gewoon neutraal, denk ik. Hmm. Hoe zei je? Dat is raar als dit zou tintelen. Doe jij eens als je gaat staan? Ik weet niet. Ik dacht net dat ik naar voren ging. Ja, of dan stuur ik dat zelf, ik weet het niet.
Weet je nog een keer dat wij gingen kijken of je kinderen kon krijgen en hoeveel met pendelen? Oh ja, jij kon 3 of zo? 2. Oh, eerst een jongen dan een meisje. Maar ik heb het daarna bij Matt gedaan om te kijken of er hetzelfde uit zou komen. En er kwam hetzelfde uit. Als ik zeggen... Ja, maar ik was ook echt bang. Maar dat is toch eng. Dat bij hem kwam precies hetzelfde. Eerst een jongen dan een meisje. Ja, maar bij mij wist hij het volgens mij niet. Deed hij gewoon een beetje de ene keer dit, de ene keer dat. Ja? Ja. Oh, misschien is het nog niet droger uit. Ik weet het zelf ook nog niet. Maar ik vond dat echt zo eng. Ik dacht echt, hoe kan het nou dat bij Matt gewoon precies hetzelfde eruit komt? Ja, dat jullie kinderen krijgen. Ja, maar nu weet ik het zeker. Ja. Echt bizar. Want bij hem kwam ook eerst een jongen dan een meisje. Ja, dus we hebben al namen bedacht. En? Ja, dat ga ik nog niet zeggen. Waarvoor? Ik heb even de doos met alle stenen erbij gepakt. Ja? Volgens mij wel. Dan is het een goede steen voor je. Kijk. Ik wil het nu heel snel weten. Oh. En een andere dan bijvoorbeeld. En nu wil ik ook een steen die afwijst eigenlijk, zodat ik weet hoe dat voelt. De woestijnroos. Ik denk dat ik sowieso gewoon een beetje naar voren leen. Nou, Matt test 1 keer een steen en hij flikkert gelijk mee. Maar jij valt wel naar voren, zeg je. Ja, ik voel ook gewoon echt duidelijk verschil. Sterker dan vorige keer dat ik die steen deed. Ja, maar ik heb ze opgeladen. Ja, misschien dan. Nou, Matt heeft echt geweldige pannenkoeken gebakken. Hier zit echt zo lekker appel en kaneel op. Oeh, er gaat daar een stukje. Ja, die hoort er eigenlijk op. Die is echt eronder gevallen volgens mij. Oh, hij is perfect. Hij ziet er echt mooi uit. Kijk nou hoe lekker. Oh mijn god. Wat hierin zit, weet ik eigenlijk niet. Ik denk een tas. Ja, alle 3? Tegelijk? Holy shit. Wat goed. Thank yous. Oké, nou, maar dit is wel geweldig, want... Ik had dus nieuwe tasjes nodig die niet meer zo... Ik heb alleen maar nette tassen. Dus ik wilde daar... Dat het allemaal tegelijk komt. Nee, doe maar niet, schatje. Dit is dus de eerste. Oké. Okay. Bagga. Wat? Bagga. Bagga. Oh, deze is wel wat kleiner dan ik dacht. Oh, maar wel leuk. Wel leuk. 5 euro. Waar is die van? Shine. Oh. Of Shein. In the arrive. She's in. Hey, Juice vindt het tegenleuk. Oh, nee, nee, nee. Hey, Juice vreet je hele jurk op. Nee, dat gaan we niet doen. Poes. Oké, maar deze is wel chill. Nou, en dan had ik dus eigenlijk... Ik bestelde dus in eerste instantie voor deze tas, maar de verzendkosten waren duurder dan 2 andere tassen. Dus ik dacht, weet je, dan bestel ik wel nog 2 tassen. Kijk hoe leuk. Oh, dat staat ook bij deze outfit. Dit is echt geweldig, hè? Maar het is echt snel binnen. Wanneer heb ik het besteld? Vorige week of zo? Ja. Wat geweldig. Arme kindjes. Oh, doe nou even niet zo'n fucking in. Ik vind het allemaal leuk. Nee, ik vind het zo grappig om jou te plagen met dat soort dingen. Dit is de ander. Is toch leuk? Ja. En ik had dus gezien dat bij andere winkels zoals Naked, Lofies, Bershka en zo verkopen ze gewoon precies zulke tassen. Maar dan voor 40 euro. En dit was samen 20. Goeie aankoop. Dus dat is wel echt goeie. Nou, Marcia is inmiddels weer weg. Ik heb me even omgekleed in mijn chill outfit. En nu zitten we hier in de keuken om te kijken wat we allemaal kunnen gaan koken. Nou, Matt zit ondertussen toch weer even op Instagram, maar... Matt! Oké, de opties zijn... Niet zoveel. Jawel, we kunnen orzo maken, pasta, gnocchi, iets met rijst of pasta, of wrap. Maar gisteren hebben we wraps gegeten, dus dat valt af. Dan hebben we gnocchi, maar we missen kookroom. Of we moeten het met tomatensaus maken, maar... Ja, we vinden het wel lekker met spinazie, denk ik. Ja. Dus gaan we dan naar de winkel of gaan we dan orzo maken of iets anders? Ik denk naar de winkel. Ik denk het ook. Ik ga maar geen zin in. Ja, we kunnen het ook met tomatensaus maken, maar ik weet, dat is wel minder lekker. Fucking cookroom. Oké, we gaan cookroom halen. On our way to the supermarket. Ik was zeggen gym, wat zo normaal is. Ja, gingen we maar naar de gym, hè? On our way to the... Dat is voor meestal gym. Oh, ik heb gewoon hoofdpijn. Ik moet morgen nog gesteld worden. Zo fucking kut. Cyclus. Cyclus. Mooi woord, hè? Ja. Cyclus. Circle of life. Nou, we zijn weer terug. Jeetje, wat zie ik eruit. Maar goed, we hebben niet 1, maar 2 kookroom gehaald. Dus we hebben in ieder geval genoeg. En we gaan lekker gnocchi maken. Ik
kennen jullie dat eigenlijk wel, want niet iedereen kent dit dus, maar dit is echt perfect. Ik ken dit dus door Esmee, shout-out naar jou. Toen we in Azië waren heb ik dus dit voor het eerst gehad en dat was echt zo fucking lekker. Dus sindsdien, nou, ik krijg het best wel regelmatig, maar het zit dus tussen aardappel en pasta in. Heel makkelijk en snel, er staat hier op 3 minuten, maar dat is wel heel overdreven. Ik denk dat het ongeveer 10 minuutjes of zo en dan is het wel klaar. En wij bakken het dus. Je kan het ook koken. Ik denk dat dat misschien voor het koken is, 3 minuten. Ja, dat denk ik. Maar voor bakken wordt het iets meer krokanter, echt heel lekker. Ik praat ook echt alsof ik een chefkok ben. Maar ja, ik heb nu sinds kort een highlight op mijn Instagram met allemaal makkelijke vega receptjes die je dus gewoon thuis kan maken. Dus als je daarnaar benieuwd bent, nou, ik ben dus geen chefkok. Het is gewoon easy, makkelijk, lekker en simpel. Dan moet je dat zeker even kijken op mijn Instagram dus. Maar goed, we gaan nu dus even koken. Nou, en ik vroeg me ook af of jullie vragen hebben aan ons. Want het lijkt ons leuk om misschien een video te gaan maken. Met allemaal vragen omtrent ons. Dus hoe we elkaar hebben leren kennen of weet ik veel wat. Basic vragen kan je allemaal stellen. Ook niet basic vragen hoor. Ja, ook niet basic vragen. Vraag maar raak van een knaak. En dan gaan wij die beantwoorden. Ik weet alleen nog niet of ik dat op YouTube of op TikTok ga doen. Maar stel maar in de comments en dan zie je het antwoord snel genoeg verschijnen. Ik heb ook even laten weten of je het op YouTube wil of TikTok. Zie je er wel voorkeur? Ja, laat dat ook maar even weten. En als jullie nog andere leuke ideeën hebben voor video's, ook zeker laten weten. Want ik merk dat ik vloggen wel leuk vind, maar ik wil ook wel een beetje ander soort video's maken voor wat afwisseling. En dan ben ik weer hoor. Ja, ik vind vloggen dus wel leuk. Of nou, wel leuk. Ik vind vloggen gewoon leuk. Alleen ik mis dus een beetje het dat jullie mij echt goed leren kennen ofzo. Want bij vloggen heb je meer gewoon van, ik ga nu dit doen, ik ga nu dat doen. Nou, ik ga nu dit doen. Maar het gaat heel snel. De tijd is heel snel vol. Ik wil ook niet gelijk dat een vlog een half uur duurt ofzo. Snap je? Het moet wel gewoon nog steeds een beetje lekker makkelijk weg te kijken zijn. Dus ik denk dat ik ook wat losse video's wil maken over gewoon bepaalde shit. I don't know what. Maar ja, als jullie daar dus leuke ideetjes voor hebben of iets willen zien of onderwerpen, dan laat maar zeker weten. Morgen heb ik dus met mijn moeder een kookworkshop in Heerenveen. Daar heb ik echt zin in, want heel vaak gaan we, of heel vaak, ik ben nu 2 keer geweest volgens mij. En allebei de keren gingen we echt super veel en lekker eten maken. En zoveel dat je dan gewoon ook gewoon mee mag nemen. Hoe geweldig is dat? Dat vind jij ook wel geweldig, zeker? Ja, dat was super lekker vorige keer. Ja, vorige keer gingen we dolma maken. Oh my god, dat is dus gevulde groentes. Dus het kan courgette zijn, ui, paprika. Wat zei je? Groente. Ik ga zo stuk dat ik Fries kan. Maar ja, dus daar heb ik heel veel zin in. Gezellig, mijn man. Kan dit al aan? Ja. Nou, kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Dit is toch geweldig? Wij kijken dus Love Island, hè? Maar mag ik echt even vragen? Die ene jongen zit er 1 fucking dag en hij is gelijk zijn vriendin vergeten. Sorry hoor, maar hoe kan je zo zijn? Ik zou echt... Oh, als ik dat zou zien, ik zou echt huilen. Echt huilen voor lijf. En dan zegt hij ook nog, ja, ze gaat echt blij zijn dat ik gewoon mezelf ben. Blij zijn dat je jezelf bent. Ik zou echt je pik eraf snijden. Dat is wat ik zou doen. Ik zou helemaal niet blij zijn, maar goed. Let live, hè. Live, love, love. Love, love, live. Maar goed, we gaan nu maar even verder kijken. Ik stopte per ongeluk, maar ik was nog midden in gesprek. Ik wou zeggen, ondertussen chocolade chappen ook voor live. Nou, oké. Opeens, we zien dat de volgende aflevering ook alweer erop staat. Dus aflevering 3. Dus we denken, kijken we wel het goede seizoen? Kijken we gewoon fucking seizoen 1. Echt zo typisch iets voor ons. Dus ja, tijd verspeeld. Ik heb even een vlog geëdit. Hij is nog niet helemaal klaar. Ik moet nog even de intro, maar verder is hij eigenlijk wel klaar. Hoe laat leven wij überhaupt? Bier. Wat? Bier? Mm-hmm. Nou, het is in ieder geval tijd... Over 11:30. Is Juice hier? Nee. Maar ik heb de deur opengezet. Ja, maar gaan we. Het is in ieder geval tijd om te gaan slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar de vlog. Wat zeg je dan allemaal? Hey Juice. Juice is back in. Slaap lekker, schatje. Slaap lekker allemaal. Slaap lekker. En hopelijk tot snel. Doei.